Ja, dat ben ik rechts op die foto. En links, dat is Louis van Gaal. Zie je ons zitten daar samen? Je armpjes keurig over elkaar. Ja, braaf hè. Bij de Meer was dat. Ja, voetbalclub De Meer. Amsterdam Watergasmeer. Daar speelden wij samen. Ik geloof in de B2. Kijk nog maar één keer even goed naar dat fotootje. Nou, maar hij speelde ook bij mij op straat. Louis, dus ik kwam hem regelmatig tegen. En toen, in die tijd, was hij al heel erg eigenwijs. Ja, en hij wist het allemaal heel erg goed, onze Louis. Maar zo noemden wij hem niet hoor toen. Nee, wij noemden hem Lau. Lauwtje, ja. Het was helemaal geen Louis, want Louis vonden wij natuurlijk ja, iets te Frans en iets te deftig. Dus wij zeiden gewoon Lau. Hey Lau, hou even je kop dicht. Hey Lau, even... Hey. En dan was Lau verder wel rustig. Maar na onze jeugd is onze Louis, bijgenaamd Lau, is nooit meer tot de orde geroepen. En hij is daarna het schoolvoorbeeld geworden van het Hoovercraft-syndroom. Ja, voor de mensen die het kanaal niet zo vaak volgen, nog even kort uitgelegd. Het Hoovercraft-syndroom is dat je gaat zweven een beetje. Ja, je gaat zweven. En er is niemand die je corrigeert. En in dat zweven ga je jezelf heel erg goed vinden. Ja, dan neem je jezelf heel erg serieus. En dan ben je helemaal vol van jezelf. Dat is het Hoovercraft-syndroom. Een grote bijwerking van het Hoovercraft-syndroom is dan dat je zeg maar een sociale botsauto wordt. Dat is een bijwerking. En bijna eenzelfde bijwerking is dan dat je denigrerend wordt tegen andere mensen. En daar heeft onze Lau, bijgenaamd Louis, heeft daar nu last van. Ja. En ik zit daarnaar te kijken en ik denk alleen maar, Lautje, 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 wat ben je allemaal aan het doen? Dan gaat hij tekeer tegen Jeroen van Stekelenburg. Waar hebben we het over? Wie is dat in godsnaam? Dat is zo verschrikkelijk. Niks. En dan gaat hij dan tegen van... wie is hier de bondscoach? Lau, hou aan godsnaam op. En dan ga je ook nog tekeer tegen een cameraman van Veronica Inside. Lau, Lau, Lau. Alsjeblieft. Hou daar nou eens mee op. Je bent nou 70 jaar. Dat is wat je bent. Hou daar nou eens mee op. We komen allebei uit een heel eenvoudig milieutje. En nou ga je daar ineens de grote meneer uithangen. Het ziet er niet uit, Lau. En ook na de wedstrijd weer ging je ook weer je gelijk halen. Van ik had het al gezegd dat we zoveel balbezit zouden hebben. En dat het moeilijk zou worden. En... ach, het was niet om aan te zien, Lau, die wedstrijd. Het was verschrikkelijk voetbal en zeg dat dan gewoon. En ga daar dan weer niet de grote meneer uithangen van, ik had het toch wel gezegd. Het is weer helemaal Van Gaal op zijn slechtst, beste vrienden. Daar hebben we weer mee te maken. En daar moeten we nog een heel jaar mee dealen. En ik zou willen zeggen, Lau, hou even je kop.